Yo, gasten van Lazy the Kicks. Ik ben Tijn en ik ga vandaag weer verder met Need for Speed Most Wanted 2012. Het is al een aardig tijdje terug dat we weer verder zijn gegaan. Ik weet niet waarom we hier... Oh, we beginnen hier omdat die auto natuurlijk hier staat. En heel veel hebben gezegd van, ja, je moet gewoon een nieuwe auto pakken. Maar dan heb ik nou natuurlijk helemaal geen zin om een hele episode voor een auto te gaan zoeken. Dus we gaan kijken welke we allemaal hebben... gevonden. Deze is sneller. Ik ga hier even in. Jump to car. Een Audi. Ben benieuwd wat voor auto dit is. Als je een beetje normaal uitziet en niet een of andere belachelijke auto. Als je er een beetje goed uitziet, dan pakken we deze gewoon. Ah, dit ziet er wel goed uit. Oh, 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 oh. Hij lekt even hoor. Wacht eventjes. Misschien kan ik daar wat tegen doen. Zo doen. Ik weet niet of hij nu bij jullie lekt. Bij mij valt nu wel mee. Maar ik bot wel. Oké, we gaan even een race doen met deze auto. We willen wel even een nitro, dus set destination. Dan gaan we gewoon even lekker heen rijden. Dan komen we ook auto's tegen, zoals mensen hebben gezegd. So, ik weet niet of we die auto al geëxploreerd hadden, daarom rij ik er nog even heen. Ik wil eigenlijk wel alle auto's exploren. Hij lerkt nog steeds een beetje. Ik weet niet waar dat komt. Dat doe ik na de episode dan wel. Het zal vast niet te erg voor jullie zijn. Doe ik er zo wel wat aan. Ik heb er zelf niet heel veel last van, dus... En dan ga ik even hierin rijden. Hoe lang moeten we rijden? 2 kilometer voordat we zijn. Maar ik vind deze auto wel mooi, moet ik eerlijk zeggen. Normaal ben ik niet heel erg een fan van Audi. Niet dat ik echt zo auto-freak ben, maar... Ik heb wel een beetje mijn auto's die ik liever wil merken. Het liefst gewoon een mooie BMW. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen auto's, maar dit vind ik echt wel een mooi ding. Maar ja, natuurlijk in het echte leven zou je nooit zo'n mooie, dikke auto kunnen betalen. Wow, 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 wow. Hier, hey, met je auto. En ook om 7 miles. Vergeet ik ook altijd dat het geen kilometers zijn, maar miles. Volgens mij kan ik dat instellen in de opties. Zal ik dat even doen? Doe ik dat even. Zet ik meteen even de graphics een heel klein beetje lager. Ik weet niet, ik heb niks veranderd, dacht ik, maar... High. Shadows hoeft niet op high. Oké, ja. It's changed, oké. Okay. Nee, oh, het was al changed, ja. Okay. En dan... Waar zou dat additional gameplay, daar zou het wel staan. Oh hier, units, metric, metric stelsel. Oké, okay, nou dan als het goed is staan de kilometers, ja. Dan is het voor jullie even makkelijker om ook te zien hoe hard ik ga. Kilometer per uur in plaats van miles per hour, want ik zou echt niet weten hoeveel dat is. En oh, omdraai. Nou, stom auto, je zegt joh. Ik probeer hier gewoon gezellig te rijden. En dan gaan we hier even de race starten. Crush Hour, het is een easy race, dus het zou best wel moeten lukken lijkt mij. Het is een beetje donker bij mij, wacht even hoor. Zo, het is even wat beter. Anders is mijn facecam zo donker. Oh, nu skipte ik even. Sorry. Sorry als jullie dat wouden zien. Weet ik niet met opzet. Dat ben ik gewoon gewend als ik zelf games speel in mijn eentje, dan skip ik eigenlijk altijd alle shit. Ik ga wel hard hoor.
260 km per uur ging het net. Ik ken hem nog veel sneller. Wow. Hij lagt echt. Wat? Hoe kan dat? Waar lagt hij door? Ik weet het niet. Maar laten we deze episode gewoon afronden. Ik hoop dat het niet te veel te zien is in filmpjes. Wow, 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 wow. Ik geef dat de politie was. Wat is dat voor auto? Wat de hel? Dit is geen Formule 1 of zo. Fuck, oprot jij. Oh. Er komt water uit mijn auto. Oh, kijk hier. Mooi water uit. Random water uit het grondstuk. Mooi hoor. Rijden wel lekker nu. Nee, ik hoef geen nieuw kleurtje, want ik vind het rood wel even mooi nu. Maar ik zal voor jullie wel eigenlijk door de volgende gaan. Dan kunnen jullie andere kleurtjes ook zien. Dan zien jullie wel leuk in gaan. Zo. Ik sta tweede nu. Oh, wow, 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 wow. Wow. Serieus, wow. Politie. Jij bent echt gevaarlijk bezig. Wat? Wat is dit, man? Hoe gevaarlijk mag je zijn als een politie? Ram die andere eerst even, niet mij. Zo, dat ging makkelijk. Ik weet nauwelijks wat. Nou, deze nog inhalen en nu ga ik wel even door die shit. Kijk eens. Lekker zilver. Ja, het staat wel mooi. Ik vind dat, ik denk dat deze auto eigenlijk wel alle kleuren een beetje mooi bij staat. Alleen paars en zo. Wow, fuck, man. Echt op die punten lagt hij bij mij. Het is echt iets anders. Ik moet echt iets aan gaan doen. Ik weet niet wat dat is. Ah, dan ben ik niet de eerste. Of wel? Nee, finish third. Ik let niet eens goed op. Laat me alles even op medium zetten. Dan ziet er misschien even wat slechter uit, maar mijn computer doet heel vreemd. Ik weet niet, jongens. Kijk later de video wel terug. Even kijken hoe het daarin zit. Ik plaats hem wel gewoon nog online ook al. Dat wil ik allemaal niet veranderen. Deze wil ik. Motion blur. Oh, heel veel staat op medium. Oké, ik zet gewoon dan wat nog meer. Ja, oké. Ik wil niet te laat zijn, want ik vind het al niet zo mooi uitzien. Ja, ik vind het wel mooi uitzien, maar het kan veel mooier, snap je? Dat is zo zonde van de graphics. We hebben politie achteraan, dus we raken ze eventjes kwijt. Dat was een makkelijke rol. Oh ja, die ene gast was er al doorheen gegaan. Dus dan is de roadblock inderdaad weer makkelijk. We hebben een... Oh, daar stond een mooie fort. Maar we kunnen daar nu even niet heen. Ofwel, we kunnen wel heen. Ja, de politie is toch weg. We kijken even wat dat is. Of die auto al gediscoverd hebben, want dan kunnen we hem later nog altijd kiezen. Wat hoeveel beter is hij, hoeveel slechter, wat is dit? Dat laat ze niet zien. Nou ja, zeg maar als ik in die fort moet. Ik hou nog even deze auto. Zet me in de comments. Als er meer dan een paar comments zijn, ik weet het. Dan ga ik in die auto. Want ik vind hem wel mooi uitzien. Volgens mij als er een stuurtje op de map staat, dat betekent dat je die auto's kan kiezen. Maar er zal in dit parking spot ook best wel wat auto's zitten die ik nog niet... Oké, daar staat een auto. Daar staat nog geen stuurtje bij op de minimap, dus die zou ik dan kunnen kiezen. Is een BMW? Oh. Sorry jongens, ik neem die. Het is wel een nice auto.
Oké, dan gaan we niet roof voor deze auto aan proberen. Eerst wil ik een ander kleurtje, want ik wil iets anders dan zilver. Kijk eens. Eigenlijk wil ik ook wat anders dan rood. Maar laten we het bij rood houden en dan gaan we even die race doen. Set destination. Helemaal terug. De 3,6 kilometer. Dat klinkt in één keer zoveel. Als je zegt 2 miles, dan denk je, oh, 2 maar. Maar dat is volgens mij... Volgens mij verschilt het niet veel. 2 miles en 3,6 kilometer. Ja, we rijden ook wel echt achterlijk hard, hoor. Ik denk dat die meter niet helemaal klopt. Want volgens mij, als ik net zo hard als een taxi zou rijden, dan zou het nog steeds echt iets van 130 zijn of zo. En ik neem aan dat je dat niet hier midden in de stad kan rijden. Wat? Hoe? Welke? Oh, hier onderdoor moet ik. Ik dacht, wat de fuck moet ik voor weg doen? Wow, wow, wow. Relax. Oh nee, auto. Laat het langs. Dank je. Kijk. Goeie mensen. Laten mij hier gewoon lekker rustig rijden. Al die lichten. Misschien ga ik dat zo even uitzetten. Want het zijn wel mooie graphics, maar... Je hebt nou niet echt zoiets van, oh ja, ik moet die licht echt hebben, anders staat het niet mooi. Maar dan buiten dat om, heb ik vroeger gewoon bij de eerdere video's gewoon ook snel kunnen spelen. Dus ik denk dat ik aan het renderen ben ofzo, dat ik het niet door heb. Dus ik zit zeker nog Towns aan het renderen, dat zal het wel zijn. Ja, ik moet tegenwoordig best wel veel filmen. En de renderen duurt heel lang bij mij. Dus ik heb niet altijd tijd om te wachten. En ik wil gewoon wel jullie allemaal video's geven, snap je? Zoals Towns, daar maak ik nu echt heel veel van. Wat? We rijden helemaal de verkeerde kant op. Ik let echt niet op. Echt stom voor mij. Ik let echt niet op. Maar ja, ik heb ook zoiets van Towns. Dat ga ik niet te veel alleen spelen. Dat doe ik het liefst alleen met film. Want anders dan speel je het zoveel. Want ik ben echt verslaafd en ik vind het echt een geweldig spel. En dan op een gegeven moment, net zoals Minecraft. Dat heb ik ook bij Minecraft gehad. Dan speel je het gewoon te veel. En dan begint het saai te worden. En dan ja, heb je het allemaal wel gezien. En dan stop je gewoon met je series. Omdat je het niet meer leuk vindt. En dat je het niet leuk vindt, oké, dat begrijp ik. Maar ik bedoel... Dan heb ik zoiets van, ja, ik ga... Oh, daar is de race. En, ik heb zoiets van, oké, ik ga alleen nog maar dat spel filmen dan. Als ik... Of ik bedoel, ga alleen nog maar dat spel spelen als ik ga filmen. Zodat het minder snel saai wordt. En dat gewoon... Ja, dat ik ook meer zin heb om te filmen. Snap je? Want als je aan mij vraagt om of ik nu Minecraft wil filmen, dan zeg ik eigenlijk nee. Want ik hou echt niet meer van Minecraft. Ik vind het echt vreselijk geworden. Niet een hater of zo ben ik geworden met Minecraft. Want ik begrijp heel erg dat ik jullie het allemaal heel leuk vind. Maar dat heb ik vroeger ook gevonden. En op een gegeven moment dan begint het gewoon saai te worden. Dan is het gewoon over. Dan moet je een ander spel gaan doen. Je kan niet altijd maar één spel blijven hangen. Wat? Doe je? Jezus. Sorry jongens. Ik val weer heel hard. Ik kan echt niet praten en racen tegelijk blijkbaar. Deze auto die stuurt ook heel anders. Dat wel. Ik ben er wel blij mee. Ik moet er gewoon eventjes aan binnen, denk ik. Ja, deze moet je al veel eerder mee slippen om goed door de bocht te komen dan met die andere auto's. Maar dat is op zich ook wel vet. Maar ja, zeggen jullie maar of jullie die Ford nog willen of weer terug willen naar die andere auto, want ja, het is jullie keuze eigenlijk. Ik kies die BMW nu omdat ik eigenlijk niet echt... Oh, fuck, een keuze van jullie heb! Oh, gelukkig botsen die tegen me.
Ik let echt niet op als ik praat. Ik moet dat echt leren. Dat is, live commentaries bij mij, dat gaat niet helemaal. Ik doe eigenlijk alleen maar live commentaries, maar... Ja. Ik probeerde ook al Call of Duty Black Ops Zombies te filmen. Nou, dat ging ook niet terwijl ik aan het praten was. Ik doe ook veel te veel, denk ik. Nou, dat hoort erbij, denk ik. Stokes of Side zit je... Nou ja, spellen, ja. Ik kijk vaak wel filmpjes voor de games. Ook wel door de commentators, maar ik zou het niet heel erg vinden als commentators soms eventjes stil zijn. Dat vind ik zelf. Iedereen heeft daar ook zijn eigen mening aan. Oh, fuck! Ja, oh, shit. Echt niet goed. Ja, en ik heb het ook niet gehaald. Oké, wacht. Retry, we gaan hem nog een keer doen. En nu ga ik echt volop het racen. Want dan haal ik hem. Denk ik. Ja, deze heb ik nu gezien, die cutscene. Dat trouwens, dat viel me op. Dat was de enige cutscene waar niet van die rare effecten op waren. Dus, oh. Witte, die voor ons rijdt, is even echt een mooie auto. En jij met je groene bak moet op het auto. Ja, goed zo. Oh, oh. Ja, doei. Kijk, als je drift, dan deze auto drift echt lekker mee. Echt nice. Weg mee. Ja, we zijn eerst. En een nieuw kleurtje. En... Oh, fuck, doe ik het weer? Oh, dat kan. Niet. Fuck. Oh. Hey. Ik zat op te letten bij dat kleurtje. Welk kleurtje heb ik weg? Welk kleurtje? En dan... Ah, oh, shit. Maar nu... Nu ga ik geen fouten meer maken, maar dat zei ik niet wel. Oeh. En de finish is daar, redden we het. Brum. We hebben het gered. En ik ben blij. Eindelijk. Ik ben eindelijk blij. Ja, wat hebben we allemaal gewonnen? Nitro Offroad Tires. Ja, laten we dat doen. Nitro, tuurlijk. Nou, die hebben een beetje een auto. Ik doe nog even de politie kwijt. Als je een nitro gebruikt, dan slipt die hard. Zonder dat je... Je rijdt gewoon recht op me af, hè. What the fuck? En volgens mij was hij niet eens zelf gecrashed. Op de rotpolitie. New Most Wanted race available. Oh ja. Ik zeg het ook maar gewoon in een episode wanneer jullie willen een nieuwe Most Wanted race willen. Dan in deze episode of volgende episode. Maakt niet uit wanneer jullie dat zeggen. Als jullie dat zeggen, dan doe ik het. Ik wil eigenlijk wel alle Most Wanted hebben gedaan in deze serie. Ja, daar gaat het natuurlijk om. En ik wil ook wel een beetje alle auto's hebben ontdekt. Oh, daar staat een mooie. Ook hebben we politie achter ons aan. Chevrolet, toch? Dan zeg ik nou wat heel doms. Jongens, ik ben echt geen auto fan. Maar ik hou wel van race spellen. Dus ja, weet niet. Volgens mij heb ik het goed. Volgens mij heb ik toch nog wel genoeg kennis om dat soort dingen op te noemen. Wow. Wij gaan lekker deze dingetje op. Ik ben benieuwd waar we komen. Volgens mij komen we op een gebouw. Oh, daar kun je jumpen.
Dat willen wij niet. Wij willen even kijken wat hier is. Of hier nog een vette auto staat of zo. Hey, wat is hier? Oh, gaan natuurlijk. Nou, dit was weer niet voor Speed Most Wanted. Als er echt te veel lag is, dan ja, ik kan er niks aan doen. Maar dan zal ik het wel goed maken met wat extra niet voor Speed filmpjes die echt geen lag hebben. Oh, er staat ook een auto. Maar die had ik al gepakt. Wat is dat voor auto? Dat herken ik niet. Bentley, dat is een B. Ziet er mooi uit. Zeg maar welke auto jullie willen. Alle auto's die ik tegen ben gekomen, die mogen jullie kiezen. Dus ja, zeg maar in de comments, zeg maar wat ik volgende episodes moet gaan doen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende episode van wat dan ook ik ga maken. Towns, dit, War Z. War Z ga ik ook nog mee verder. Niet getreurd. Oh, ik ga overal mee verder, dus het komt helemaal goed. Dus tot de volgende keer. Later.